Hoi, straks schaatsen en ijszeilen. Maar eerst wordt het verboden om zelf vuurwerk af te steken. Binnenkort gaan politici daarover vergaderen in de Tweede Kamer. Een groep mensen wil graag dat er een wet komt waarin het verboden wordt om zelf vuurwerk af te steken. Met Oud en Nieuw zouden gemeentes dan een show kunnen organiseren, zodat er toch veel vuurwerk te zien is. Volgens de bedenkers van het plan is zo'n vuurwerkshow veel veiliger dan dat iedereen op straat loopt af te steken. We belden met Arno Bonte, een van de bedenkers van het plan. De reden waarom wij zeggen dat we kinderen en ook grote mensen niet zomaar meer vuurwerk af willen laten steken, is omdat er ook heel veel ongelukken mee gebeuren. Ik denk dat heel veel kinderen dat heel jammer zullen vinden als ze zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken. Nou, ik denk dat heel veel kinderen het ook heel mooi zouden vinden als er een heel groot vuurwerk georganiseerd zou worden, waar ze dan naar kunnen kijken. Op onze site konden jullie reageren op de stelling: vuurwerk moet alleen nog in vuurwerkshows worden afgestoken. 20% vindt dat wel een goed plan, maar de meeste kinderen die reageren zijn het daarmee oneens, 80%. En zo waren ook de meeste reacties in het gastenboek. Mark schrijft: vuurwerk afsteken hoort bij de traditie. Ik vind dat we het gewoon zelf moeten afsteken. Kien is het daarmee eens. Ik vind het van de zotte als er alleen vuurwerk in shows mag worden afgestoken. Als je alles veilig doet en je leest de gebruiksaanwijzing, kan er toch niks misgaan. Ook Ilse ziet zo'n show niet zitten. Ik vind het niet eerlijk, want je zal dan ook wel voor de shows moeten betalen. En als je achteraan staat, zie je niks. Nou, tot nu toe ziet de minister die over het vuurwerk gaat het plan ook niet zo zitten. Toch willen de bedenkers dat het plan wel in de Tweede Kamer wordt besproken, zodat er over kan worden gestemd. Ze houden van schaatsen, maar misschien nog net iets meer van zeilen. De 30 sporters die meedoen aan het NK ijszeilen. Even controleren of alles wel goed zit en dan wegwezen. Aardklas aan de startlijn. De zeilers moeten om twee boeien heen zien te glijden. Een wedstrijd duurt 10 minuten. Wie het snelste is, wint. De ijszeilers zijn heel blij dat ze nu in Nederland hun sport kunnen beoefenen. Want dat was al 12 jaar geleden. En na vandaag zijn ze nog niet klaar. De wedstrijden duren nog tot zondag. En de ijspret gaat maar door, want op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg werd vandaag een schaatsfeest gehouden. En bij een feest hoort een DJ, ook al is het 2 graden onder nul en is de hele school aan het schaatsen. Vind je het leuk, dit zo met de hele school? Ja. Nou, omdat we niet de hele tijd in de les hoeven te zitten nu. Achter de boeken. Maar ja, vind je dat je zoveel wat leert? Ja. Schaatsen. En wie niks leerde, die had toch lekker een dagje ijsvrij. De ziekenhuizen die hebben het maar druk met al die schaatsers. Er komen dagelijks tientallen mensen met verwondingen binnen op de eerste hulp. Jordi was een van die pechvogels. Hij belandde in het Diakonesse ziekenhuis in Utrecht. Wat was er gebeurd? Nee, ik bleef achter nog zo'n hoopje sneeuw haken. En toen klapte mijn pols dubbel. Zijn pols is misschien gebroken, dus moet hij in het gips. En de komende dagen mag hij helaas niet schaatsen. De artsen zouden het een goed idee vinden als schaatsers, net als skileraars, polsbeschermers zouden dragen. Wil je daar ook je mening over kwijt? Schrijf dan in het gastenboek. Ik zit hier 's middags altijd gezellig tussen collega's. Maar het werk van een presentator kan soms een beetje eenzaam zijn. Helemaal alleen in een studio. Alhoewel, wat komt daar binnenlopen bij deze Duitse weerman? Unsere Studiokatze ist auch gerade unerlaubterweise hier drin im Moment, aber ich behalte sie jetzt einfach mal für. En dat beviel wel, dus presenteerden ze gewoon samen het weer. Als het dan maar geen hondenweer wordt. Dit was het, vanavond meer nieuws om 7:15.